Hallo lieve leeuw, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 19, 8 tot en met 14 mei. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve leeuw, laten we eens gaan kijken naar jouw hoofdthema voor deze week. En dan merk ik vooral dat vriendschappen centraal staan. Het samen voelen, het samen genieten, leuke dingen ondernemen. Maar ook het even kunnen babbelen met andere mensen. We gaan even verder kijken, lieve leeuw. Wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de leeuw deze week verder verwachten? Oké. Ja, je bent heel erg bezig met wat wil ik graag. En daarbij manifesteer je dan ook meteen. Maar het is wel belangrijk om te kijken naar hoe je dingen wenst. Want met alles waar niet in zit, dat kan je ook namelijk naar je toe trekken. Daarnaast zie ik vooral dat je jezelf aan het, hoe noem je dat, verlichten bent. Dat je jezelf eigenlijk ook weer overtreft. En ik zie vooral dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Waarin je dus ook steviger in je schoenen durft te staan. Maar ook dat je echt in je kracht komt te staan. En dat je daardoor eigenlijk weer wat meer in de stroming komt. Wel komen er ook weer veel keuzes op je pad. We gaan eens even verder kijken, lieve leeuw. Wat je verder deze week kan verwachten. Of qua positieve boodschap. En dan hoor ik vooral dat het belangrijk is om goed op je gedachten te letten. Om je vrij te voelen en let vooral ook op jezelf. Lieve leeuw, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl of kom gezellig naar een workshop. 23 mei is de workshop tekeningen lezen, 30 mei orakelkaartencursus en 3 juni zit ik op de spirituele beurs in Dronten. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.